Wanneer was de laatste keer dat je iets voor jezelf hebt gedaan? Even helemaal weg van thuis, echt alle aandacht voor jezelf. Ga mee naar het Wild Nature Retreat. En deze keer is heel speciaal, want we gaan een summer detox doen. Dat doen we tijdens het retreat. Ga je heel gezond leven, gezond eten. Ja, dus met verse sappen en smoothies en ook lekker warme soepen. Maar in ieder geval heel schoon eten, zodat je inderdaad een helemaal... kunt ontgiften, alle afvalstoffen kunt achterlaten. En het is een 10 dagen detox, mijn summer detox, die ik nu integreer in het Wild Nature Retreat. Dus heb je echt de behoefte om even jezelf te resetten, hè, geestelijk maar ook lichamelijk, dan is dit het retreat voor jou. Nou, wat gaan we nog meer doen? Dus je hebt de voorbereidingsdagen doe je thuis, dan hebben we de kok die bij het retreat alles voor jou zal verzorgen. De verse sappen en de smoothies en de soepen. Je moet niet denken dat je honger hoeft te lijden. Want als je dit goed aanpakt, dan zul je merken dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Ook met sappen en soepen. En we zullen zorgen voor wat snacks. Dus maak je daar geen zorgen over. Verder hebben we een Circle of Trust. Waarin we jouw oude verhaal kunnen gaan transformeren naar een mooi nieuw verhaal. Daarbij ga ik ook de allernieuwste technieken gebruiken die ik heb geleerd in mijn Quantum Business Hypnose opleiding van Roy Martina. Zodat je echt met een nieuw verhaal en een hernieuwd, geprogrammeerde zelf naar huis kunt gaan. Ook daarvoor zul je voorbereidingsaudio's van mij ontvangen. Verder dus kunnen we alles delen. Dat noem ik dus die Circle of Trust om te gaan sharen met elkaar. Dus echt in die verbinding met elkaar te komen. Er zal een mini massagecursus zijn en we gaan een 6 handen massage ontvangen. Als je dat nog nooit hebt gedaan, dat is echt goddelijk. Dan voel je echt een godin of een god. Verder blote voetenwandeling uiteraard om goed te kunnen aarden in verbinding met de natuur. We zitten op een prachtige locatie op de Veluwe, Helios Centrum is dat. Met hele sprookjesachtige slaapvertrekken die daar ook zijn. Prachtige Finse Kota, waar we dus de bijeenkomsten hebben, waar we samen zijn. Er is ook een strandje in de buurt waar we heerlijk kunnen vertoeven. Wat nog meer? Dansen uiteraard, we gaan dansen. Ik neem je mee in mijn wereld van dansen. Dus via je vrouwelijkheid, je seksualiteit, je sensualiteit. Dus dat gaan we ook allemaal doen. Wat nog meer? Ja, een verrassingsactiviteit. Je krijgt een leuke goodiebag. Dus al die recepten zitten erbij. En als bonus ook nog de zomerweekmenu's. Dus voel je, Eva, ik ben echt klaar voor een reset. He, misschien heb je ook nog wat coronakilo's die je kwijt wil. Of heb je sowieso het gevoel, ik wil gewoon echt optimaal fit worden. Want dit is de survival of the fittest waar we nu in zitten. En mensen... Die mogen zich realiseren dat het zo belangrijk is om de goede vibraties ook qua voeding tot je te nemen. Om je vibratie dus te verhogen naar die vijfde dimensie. En als je nog niet weet wat die vijfde dimensie is, dan kom je daar ook helemaal achter tijdens het Wild Nature Retreat. Want daar zitten we een heel lang weekend in die vijfde dimensie. Dus kom ervaren hoe die nieuwe wereld eruit kan zien. En ik ontmoet je graag daar. Dus we starten op donderdag om 4:00 en we sluiten af op zondag om 4:00. Dus kijk of dit voor je past. Er zijn verschillende mogelijkheden. En nu in het begin ook nog een early bird tot 15 juli met €100 korting. En betalen in 2 termijnen is ook mogelijk. Ik heb er weer zin in. Ja, met een leuke groep mensen. Zulke mooie mensen zijn er altijd. En, die zijn er ook niet voor niets. We zijn elkaar spiegels, we mogen van elkaar leren. En dat zal ook deze keer niet anders zijn. Dus voel jij een ja, meld je dan aan. Voor wie is het geschikt? Nou, het is voor vrouwen en mannen alleen. Maar je kunt ook als stel kun je gaan komen. Dat is ook prima. Je kunt een kamer delen daarin. Of de meesten hebben gewoon een kamer alleen. Maar als je samen wilt liggen met een vriendin of je partner, dan kan dat ook. Dan geef je dat gewoon aan. Leeftijd, voor alle leeftijden. De laatste deelnemster was 70. En de jongste is 21 volgens mij geweest. Dus het is voor iedereen. Ik zie je graag. Ja, nog een retreat. Oh, wat ben ik gewoon dankbaar. Ik ben echt zo dankbaar. Het is zo leuk. Het is echt zo leuk.